Twee personen zijn vandaag overleden als gevolg van het COVID-19-virus. Het aantal levens dat dit zeer besmettelijke ziekte tot nu toe heeft geëist in Suriname is hiermee gestegen naar 13. Het ene slachtoffer lag op de intensive care unit van het regionaal ziekenhuis Wanica en de andere persoon op de IC van het Sint-Vincentius ziekenhuis. Er worden op dit moment nog 4 personen verpleegd op de intensive care. De teller van het aantal positief geteste personen staat nu op 492. Daarvan zijn er 280 actieve gevallen. 199 personen zijn genezen verklaard, terwijl er 341 in overheidsquarantaine zijn.